Tijdens het Gelders Sportgala op het sportcentrum Papendal heeft FC Liene de publieksprijs als Gelderse sportploeg van het jaar 2016 gewonnen. Aanvoerder Mike Vreekamp nam de prijs in ontvangst uit handen van presentator Erben Wennemars. Deze eervolle prijs is een prachtige beloning voor de verrichtingen van FC Lienden met dit jaar het tweede kampioenschap op rij in de zondag topklasse en plaatsing voor de nieuw ingevoerde tweede divisie. Er waren door de jury 3 sportploegen genomineerd voor deze prijs. FC Lienden kreeg via internet de meeste stemmen. De sportgala wordt jaarlijks door de Gelderse Sportfederatie en Topsport Gelderland georganiseerd in opdracht van de provincie Gelderland.